Hier vooraf worden ze geëngineerd bij ons in de tekenkamer. En dan worden ze helemaal uitgetekend voor de goede hoek en de goede snelheid van de bagage. En de tekeningen worden uitgedraaid en dan kunnen we beginnen met de fabricatie. Dit is een vrij korte glijbaan. Deze komt dus bij een lage trap te staan. Wordt helemaal in elkaar gezet uit plaatwerk. Hier komen buizen overheen zodat de randen niet scherp zijn. Onderin zit een geperforeerde plaat zodat het water, dat er geen water in de glijbaan blijft staan. En aan de zijkant zit de opening waar de bagage aangepakt kan worden. De glijbanen zijn gemaakt uit RVS. En RVS dat glimt heel erg, dat schittert in het zonlicht. Het is de bedoeling dat de piloten zeg maar, niet verblind worden door het geschitter van de glijbaan. Ja, het doet perfect. Het klapt niet hard tegen de rubbers aan, dus hij is juist netjes van zijn snelheid af. Dan glijdt hij terug en je kan hem gelijk eruit pakken. Dan kunnen ze gelijk aan de slag.